Ik ben Ed van Kan, ik werk in de Meesterslijpers, ik ben 35 jaar chef geweest en ik ga jullie laten zien hoe je een oester opent. Dit zijn ze, de kreuzes. Voilà. Een oester kan je op verschillende manieren openen. Dit is een puntig mes, vind ik zelf heel fijn. Anderen zullen zeggen dat ze dit heel fijn vinden, een opinel. Om een oester te openen kan je ook een handschoen gebruiken, een maliënkolder, een oesterguard of heel simpel, zoals wij dat in de professionele keuken doen, gewoon een theedoek. Oester heeft hier een gaatje, daar ga je straks het oestermes in doen. Prik erin, beweegt een beetje, zodat het klepje een beetje loslaat. En dan beweeg je er langzaam het klepje ervan af. Dat gaat als volgt. Daar gaat hij. Achterin erin steken. Beetje wiebelen. Dan zit hij erin. Dan voel je dat de druk eraf is. Draait hem om, het mes. En dan langzaam aan de bovenkant schrapen. Dat de klep los is. En voilà. Oester is open. Voordeel van zo openmaken is dat er weinig gruis in zit. Zit er toch wat gruis in, dan haal je dat of met je vinger weg of je laat het lekker zitten. Om de oester eetklaar te maken, zou je kunnen zeggen, ik snij hem los van de bodem, draai hem vervolgens om en de oester is klaar om gegeten te worden. Je kan er een beetje citroen op doen, peper, zout. Leef je uit. En dan als het goed is, dit is een taaie rakker, dan laat die los. Nu zie je. En dan als het goed is, trek je hem kapot.